Mijn naam is Maarten Spronk en ik ben directeur bij Martens en Van Oort. Veiligheid bij Martens en Van Oort is voor ons echt een groot goed en betekent heel erg veel. We zijn elke dag met grote machines aan het werk, zowel op het land als op het water. En daar spelen veiligheid altijd een grote rol. Is altijd een grote risicofactor. En wij willen er absoluut voor zorgen dat onze mensen elke dag weer veilig naar huis kunnen terugkeren. We zijn op dit moment met een veiligheidsprogramma bezig wat vooral gericht is op leiderschap. Waarbij we ervoor met elkaar voor willen zorgen dat met name de leidinggevenden binnen onze organisatie sturen op houding en gedrag van mensen. Want daar ligt vaak de kern van veilig werken. Ik ben Bas van der Lagemaat en ik ben teamleider grondstromen. De vraag bij de Martens en Van Oort is goed, maar het kan altijd beter. En daarom hebben we ook deze training. En hebben we het erover met elkaar. Dus het kan altijd naar een hoger plan. Het leukste aan de training is dat de theorie omgezet wordt naar praktijkvoorbeelden. Dat zegt wel wat en dat maakt het ook wat tastbaarder. Mijn naam is Marco van der Kieboom en ik ben teamleider van de pijlermeetdienst. Wat ik het belangrijkste vind aan de training is dat we superveel onbewust doen. En die inzichten had ik zelf nog niet en dat brengt mij nu wel verder. Ik ben René Varie en ik ben teamleider onderhoud drijvend materieel. Ik denk dat de cursus aan een veiligere bouwplaats gaat bijdragen. Doordat als ik beter weet waarom mensen dingen doen, er beter over kan praten en dat je in het algemeen elkaar beter gaat begrijpen. En dat beter begrijpen draagt bij aan hogere veiligheid. En mijn naam is Frans Bos, ik ben trainer bij KPE. En ik geef vooral trainingen in gedrag. Nou, wat ik bijzonder mooi vind bij Martens en Van Oort is dat er dus niet een aanleiding is, bijvoorbeeld veel incidenten of juist heel ernstige ongevallen, om een heel sterk veiligheidsbeleid op te starten. Het besef dat het gewoon beter zou moeten en dat we het beter willen is voldoende. En wat we dus zien is dat we doordat we met alle lagen uit de hele organisatie bij elkaar zitten, is dat er echte reële discussies plaatsvinden. Heel kritisch. Persoonlijk ook, wat kan ik beter? Wat kunnen we met elkaar beter? Wat zijn de dingen die we eigenlijk met z'n allen zien, maar niet oppakken? Ja, dat is voor een trainer echt goud waard.